En dan is het tijd voor onze vaste rubriek... Zondag met Lubach. Hoe is het nu met? Hoe is het nu met? Ja. Hoe is het nu met, waarin we mensen behandelen waar we al een tijdje niks van hebben gehoord? Vorige week was dat Jakhals Erik, vond hij niet leuk. En deze week Halbe Zijlstra. Ooit VVD, kroonprins, fractievoorzitter en minister, maar nu werkt hij vooral achter de schermen. Hij werkt tegenwoordig bij bouwbedrijf Volker Wessels. En dat is niet niks, dat is namelijk het op één na grootste bouwbedrijf van Nederland. En hier, op één. Bam! En op twee, dus Volker Wessels. Bij Volker Wessels zijn ze erg goed in asfalt. Ze hebben bijvoorbeeld het circuit in Zandvoort aangelegd. Dat hebben ze heel goed gedaan, want dat ligt er al een tijdje. Maar het ziet eruit alsof er nog nooit overheen gereden is. En Halbe Zijlstra die zit nu dus tot over zijn oren in het asfalt. Maar hij was tot 2018 een politicus die niet bang was voor een gezouten mening over urgente onderwerpen. Stelt u eens voor, als u kleine kinderen heeft, elk jaar volgehouden Zwarte Piet en Sinterklaas. En dan moet je nu gaan uitleggen, het is nu een schoorsteenpiet geworden. Ja, dat is nog steeds elk jaar weer een loodzwaar gesprek dat hij met zijn zoon moet hebben. Nog steeds schoorsteenpiet? Ja, jongen, ik kan er ook niks aan doen. Eet je asfalt op. En Halbe, die stond ook bekend om zijn goede contacten in het buitenland. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. En die uitspraak die bleek achteraf helemaal niet te kloppen. Het is dacha, niet dacha. Nou, door deze leugen trad hij in 2018 af als minister. En wat blijkt nou, nog hetzelfde jaar had hij een nieuw baantje bij Volker Wessels. En toen journalisten vroegen wat hij daar dan ging doen, zei een woordvoerder, hij adviseert over strategische kwesties en daar laten we het voorlopig bij. En dan weet je eigenlijk al genoeg, hij is lobbyist. Want oud-politici die hebben goede contact in Den Haag en een telefoon vol met nummers van belangrijke mensen. En zeker Halbe, ministers, staatssecretarissen, Vladimir Poetin. En dat noemen ze dan strategisch adviseur, want dat iemand lobbyist is, dat hang je niet aan de grote klok. En net als bij spionnen, die zeggen ook niet, ik ben trouwens een spion, dus ik pas een beetje op met wat je zegt, want ik ben een enorme flap uit. En asfaltlobbyist Zijlstra kreeg meteen een leuke klus. Volker Wessels moest namelijk wat afval dumpen. En dat waren geen bananenschillen, zeg maar. Het materiaal waar het om gaat heet granuliet. Een zandachtige stof die ontstaat bij het bewerken van graniet. De opslag van het spul is een probleem. Het bedrijf dat het verwerkt beschouwt het granuliet als grond. Want dan mag het worden gestort in de natuurplas. Grappig. Ik beschouw urine als water, dus dat mag gewoon bij de onderburen in de tuin. Volker Wessels ziet granuliet als gewone grond die je dus in de natuur mag dumpen. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Sommige deskundigen menen dat de kans bestaat dat de toegevoegde chemische stof onder water vrijkomt. Als dat gebeurt, wordt het een kankerverwekkende stof. Het is daarom mede dat lage ambtenaren van Rijkswaterstaat vinden dat granuliet niet gezien mag worden als grond en dus niet zomaar gestort mag worden. Lage ambtenaren van Rijkswaterstaat vinden het gevaarlijk. En dat is logisch, want die zitten natuurlijk ook dichter bij de grond. Oké, dus Volker Wessels wil de potentieel kankerverwekkende troep dumpen in een natuurplas. En dat kan natuurlijk niet zomaar. En toen zei Halbe, zal ik anders even. Hij bracht de top van dat bedrijf, dat granulietloze, in contact met de top van Rijkswaterstaat. En onder druk van die top zou binnen 24 uur een vergunning zijn geregeld, waardoor dat bedrijf dat granuliet kon lozen. Binnen 24 uur een vergunning. Zo gaat dat natuurlijk, hè. Old Boys Network, oude jongens kankerbrood. Dus in hetzelfde jaar dat Zijlstra moest aftreden als minister, gaat hij aan de slag bij een bouwbedrijf om een potentiële gifdumping erdoor te drukken bij Rijkswaterstaat. Conclusie. Hoe is het nu met Halbe Zijlstra? Hartstikke lekker! Daar hoef je helemaal geen medelijden mee te hebben, hoor. Halbe, namens Zondag met Lubach, van harte. En we zijn erg benieuwd naar je volgende avontuur. Zondag met Lubach. Zo is het nu met... Zo is het nu met... Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik. Ergens.